Als vervolg op de zeer succesvolle Win for Youth actie in 2010 gaan we in 2011 verder. Win for Youth is een wereldwijd ADECO-initiatief dat kinderen en jongeren helpt aan een betere toekomst. Dit jaar zijn de loopschoenen ingeruild voor de racefiets. De lat ligt hoog, 500.000 fietskilometers aan het einde van het jaar. En voor elke 5 kilometer doneert de ADECO-groep $1 aan het goede doel. De opbrengst wordt besteed aan onderwijs en begeleiding voor kinderen en jongeren in Griekenland, Brazilië en de Filipijnen. Ook worden getroffen families van onze Japanse collega's ondersteund met de wederopbouw. Win for Youth is een mondiaal succesverhaal en laat de ADECO-kernwaarden sterk tot uiting komen. In Nederland zet meervoudig Olympisch en wereldkampioene wielrennen Leontien van Morsel zich in als ambassadrice voor Win for Youth. Zij is initiatiefneemster van de Leontien Ladies Ride, waar dit jaar een groot aantal ADECO-collega's aan meedoen. Alle individuele en groepsinspanningen tellen mee, ook de kilometers van ADECO Group Relaties. Het hoogtepunt van Win for Youth 2011 is de befaamde beklimming van de Mont Ventoux. 72 geselecteerde collega's storten zich op de beklimming van deze Alpenreus. Voor Nederland is dat de ervaren wielrenner Hans Hazelhorst. Fiets met ons mee en draag bij aan het verwezenlijken van onze dromen.